We schakelen nu over naar ons Eems Delta Repo Team ergens in de regio. Eems Delta. En we zijn even heel nieuwsgierig hier in de studio of Dirk al zijn gele speedo aan heeft. Want we schakelen over naar onze reporters en die zijn in Appingedam. En daar is de Damster City Swim. Kom er maar in, Marijke. Ja, Maya. Nou ja, zo'n oldtimer in een speedo. Dan is het maar goed dat het radio is, want anders dan is het niet te doen. Nee joh, hier zwemmen zeker dappere dames en heren. En ik sta hier naast Nienke. Toch, Nienke? Nienke, jij bent van de organisatie Damster City Swim. En zeg, hoe gaat het hier? Ja, het gaat hier heel erg goed. Het is niet zo warm als vorig jaar. Vorig jaar was het heel warm. En er zijn nu wat meer wolkjes, maar het is ook wel lekker. Voor de vrijwilligers is het heel lekker. En voor de zwemmers, ik weet niet precies hoe het is in het water. Dat heb ik ze nog niet gevraagd. Want de 1 kilometer is nu net binnen. Dus En 1 kilometer zwemmers die gewoon zwemmen hier in het Damster Diepwater, hè, eigenlijk. Dat is het. En daar zwemmen ze. En jullie organiseren dit helemaal, Damster City Swim. Ja, de Damster City Swim. Dat doen we in samenwerking met Azuro. Azuro is een zwemvereniging hier in Appingedam. En samen met de KZB regelen zij de wedstrijden van 1 kilometer en 3 kilometer. Daar staan wij eigenlijk los van. En de rest doen wij met de Kidswim en de G-swim. En dan hebben we ook nog straks de recreatieve tocht. En de estafette hebben we ook nog. Dus we hebben het nog heel druk vandaag. Ja, jullie. En tot hoe laat is het dan hier? Ze hebben het tot 4:30 zijn er allemaal starts. Precies hoe laat de laatste binnenkomt weet ik niet. Omdat er nu weer veel meer is dan weer dan vorig jaar. Maar we zijn hier nog wel eventjes aanwezig. Ja, dus voor alle mensen, kom gerust vandaag nog kijken. Ze zijn de hele middag nog druk bezig van allerlei activiteiten. Er is ook genoeg te beleven en te zien eromheen. Jullie hebben ook gezonde foodtrucks met allemaal lekkere dingen. Er is wat muziek aan het spelen. Dus wat dat betreft is het ook een hele gezellige sfeer wat er hangt. En nu zie ik een hele club, ja, heren en dames zie ik, want iedereen mag meedoen, hè? Ja, dit is de G-swim die nu gaat starten. Dat zijn de mensen met een handicap en die gaan nu zwemmen met begeleiding. Die zijn ook heel druk aan het oefenen geweest, heb ik begrepen. Dus die gaan nu het water trotseren. Nou ja, het ziet er echt ontzettend dapper uit ook. Want ik moet je maar nageven om dat zomaar hier in Damster Diep te springen. Kom op zeggen. Mensen doen het toch maar even. Ja, en je zegt net het water, maar het lijkt me ook niet heel erg dat je denkt, enig dat temperatuur. En de prijzen dan? Wanneer worden die uitgereikt? Hoe laat de prijzen precies worden uitgereikt weet ik niet. Want het zijn eerst de 1 kilometer en de 3 kilometer. En daarna komen de prijzen. Het zijn hele mooie... Elke persoon die meedoet, die krijgt sowieso een medaille. En daarna hebben we nog hele mooie trofees. Voor de rest, ja. Ja, en ik zie je mensen ook suppen langs de wedstrijd. Is dat eigenlijk wel toegestaan of zijn die een beetje aan het valspelen? Ja, nee hoor. Die horen toevallig hier nu bij de G-swim. Maar er staan ook heel veel suppers op het water voor de veiligheid. Ja, nee. Slim ook wat. En wat leuk om te zien, want het suppen is ook helemaal hip en happening. Ja, en hoeveel kilometer moeten deze mensen zwemmen? Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel de G-swim gaat zwemmen. Nou maar ja, het zien er ontzettend dapper uit. En ik hoor ze her en der, misschien hoort ze op de achtergrond ook wat gillen hier. Ja, maar ik snap het wel hoor, ga er maar eens in. En ze zien er ontzettend leuk uit. Allemaal een knalgroene badmuts op. Ja, is toch enig mensen. Ja, en verder, gaan jullie nog wat, hebben jullie nog wat, ja, laten jullie volgend jaar ook alweer terugkomen? Heb je dat nu al wel in de smiezen? Nou, ik denk wel dat we volgend jaar weer terug gaan. Het is alweer nu alweer een groot succes. En ik denk dat wij volgend jaar gewoon weer hier staan. Weet jij dan ook hoeveel deelnemers in totaal hier aan mee hebben gedaan van de afgaan meedoen? Als het goed is zijn er 280 deelnemers. En of iedereen komt, weet ik niet. Maar de meeste enveloppen zijn al opgehaald. Dus ik denk dat ook wel weer goed komt. Ga je zelf nog een bommetje doen? Ik denk het niet. Nou, dus ik zal net ook iemand te spreken van de organisatie. Ik dacht ja, die zeggen allemaal nee, ik heb het niet geprobeerd. En misschien dan wel een tip voor volgend jaar dat jullie zelf eens even een lekker bommetje gaan maken volgend jaar. Ik zal het in de vergadering gooien. Nou, helemaal top. Hey, dankjewel voor je tijd. En geniet vandaag met jullie mooie wedstrijd in dat prachtige weer. Dus mensen, kom gerust langs en geniet van deze geweldige zwemwedstrijd.